Kijk, Kunst is een programma van Slotstad RTV. Elke maand zijn we te gast bij een kunstenaar uit de regio Zeist. Vandaag zijn we op bezoek bij Jan van Capelle. Hout, daar werkt Jan mee. Hij kan niet zonder. Hij maakt snaarinstrumenten, mooie luid, oude instrumenten. Brengt hij weer helemaal terug in deze tijd. Laten we even gaan kijken hoe dat in zijn werk gaat. Jan, we staan hier in jouw atelier. En jij bent instrumentenmaker van snaarinstrumenten. Omschrijf ik dit zo goed? Ja, ik bouw tokkelinstrumenten voornamelijk. En dan historische en hedendaagse. Dus luid, gitaar, elektrisch, akoestisch, alles door elkaar. Historisch, en hoe ver gaan we dan in de tijd terug? Tot aan de middeleeuwen en daarna de renaissance, barok, klassieke tijd en tot aan het elektrische van nu dan toe. Dat bestrijkt vele eeuwen. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk ruim 5-6 eeuwen. Hoe ben je ooit daaraan toegekomen om instrumentenmaker te worden van tokkelinstrumenten? Het is eigenlijk nooit echt een keuze geweest. Ik ben er op een gegeven moment mee begonnen, op een saaie vakantie, op een camping. En mijn broertje zei, ah joh, ga een gitaar bouwen. En ik had geen gitaar en ik speelde geen gitaar, maar ik had een boek over gitaren mee op vakantie. En met een gereedschapskist uit de auto en het hout van onder de caravan ben ik begonnen. En dat vond ik wel zo gaaf dat ik daarmee verder wilde. Hoe oud was je toen? Toen was ik een jaar of 15. Zo, zat er al jong in dat je iets met de instrumenten ging doen. Ja, alleen ik heb toen in eerste instantie ben ik met een leraaropleiding geschiedenis begonnen. En daarna een jaar eigenlijk compleet op afgeknapt. Maar tijdens die opleiding ben ik wel in Utrecht de archieven ingedoken. En de universiteitsbibliotheek om te kijken of ik daar informatie kon vinden over instrumentenbouw. En later is me dat tijdens mijn opleiding heel erg veel van pas gekomen. En heb je ook echt een opleiding gedaan om zeg maar gitaren te kunnen bouwen en ook snaarinstrumenten? Ja, ik ben daarvoor naar België gegaan, in Boom, net onder Antwerpen. En daar zitten eigenlijk twee opleidingen vlak bij elkaar. En ik heb de dagopleiding daar gedaan. En dat is 3 jaar. En het eerste jaar bouw je dan een klein gitaartje, het tweede jaar een klassieke. En het derde jaar mag je kiezen en daar heb ik gekozen voor luid. Dus historische tokkelinstrumenten. En wat heb je na je opleiding gedaan? Ben je gewoon maar gestart om instrumenten te maken? Ik heb eerst een jaar hier in Driebergen bij de Doeland gewerkt. En toen kreeg ik de vraag of ik in Amsterdam wilde komen werken bij een nieuw op te richten fabriek. En daar bouwden ze elektrische gitaren. Alleen op een gegeven moment begon daar de focus te verschuiven. Dat zal ik even herhalen. Op een gegeven moment begon daar de focus te verschuiven van ontwikkeling naar productiewerk. En daar liep ik eigenlijk aan vast, want er was weinig uitdaging aan. En er zat ook eigenlijk geen artistieke vrijheid in. En daar liep ik compleet aan vast en ben met een burn-out thuis komen te zitten. Ook weinig handwerk waarschijnlijk. Het was nog wel veel handwerk, maar het was vooral geschilderd op nummer, een beetje dat idee. Je haalde er geen voldoening uit. Ik haalde er totaal geen voldoening uit. Ja. Na die periode ben je hier volop aan het werk gegaan, in je eigen atelier. En hoe start je dan verder met je muziekinstrumenten, met je snaarinstrumenten? Ja, ik ben eigenlijk nadat ik vast ben gelopen, ben ik gaan kijken, wat wil ik nou eigenlijk? En voor mij is het eigenlijk, kwam ik erachter, dat het voor mij heel belangrijk is om zowel theorie als praktijk, om er allebei mee bezig te zijn. Historisch onderzoek en dat in de praktijk toepassen. En hier sta ik in een atelier, is van vrienden van mij. En daar kon ik terecht. En die zeiden van, joh, waarom kom je hier geen atelier inrichten? En aan de gang. En dat hebben we gedaan en sindsdien gaat het een stuk beter. Hoe begin je met het bouwen van een instrument? Waar start je dan? Voor mij begint het eigenlijk altijd met research, het opdoen van inspiratie. En dat kan op allerlei plekken zijn. Dus ik ga vaak naar musea om daar schilderijen te bekijken. En dan zie je daar in een schilderij een luid staan. En dan denk ik van, hé, hoe zou het geklonken hebben? Of hoe zou een stilleven wat ik zie, hoe zou het eten wat erop staat gesmaakt hebben? En dan vind ik het interessant om dat te gaan reconstrueren. En verder gebruik ik heel veel originele instrumenten die ik bestudeer. Dan ga je naar een museum en dan meet je het op en dan maak ik er een bouwtekening van. En daarin verwerk ik eigenlijk alle inspiratie die ik kan vinden. Dus op die manier start je eigenlijk in een museum van veel kijken naar vroegeeuwse schilderijen waar de luid op staat. Inderdaad, luiden, gitaren en alles probeer ik dan samen te brengen. En daar, naar aanleiding daarvan ga je een tekening maken? Ja, dan maak ik. Hoe kom je aan de afmetingen en dergelijke?
Ik reconstrueer heel veel historische maten. Dus ik heb hier een paar linealen liggen. En dit is de Braccio da Fabrica, die gebruikt Stradivarius in Cremona. Maar ik heb er hier ook eentje liggen van Den Bosch, voor die Don Bosluit. Of Venetië, een hele hoop instrumenten kwamen uit Venetië. En de Pied du Roi, de Franse koningsvoet, die in de tijd van Lodewijk XIV gebruikt werd in Parijs. Want voor de Franse revolutie was in Europa de meter eigenlijk niet in gebruik. En dan ga je met historische maten ga je een historisch instrument reconstrueren. En zo ontstaat de bouwtekening. Ja, inderdaad. En dat begint meestal met gewoon potlood en papier. En later werk ik dat op de computer uit om een scherpe tekening te krijgen die je ook makkelijk kan reproduceren. En dan is de tekening klaar en dan ben je eigenlijk zover om uit een blok hout, om het maar zo te zeggen, een instrument te maken. Ja, dan begint het met het maken van mallen. En om die mallen maak je een instrument. Ik zie wel veel oude gereedschappen. Hoe kom je daaraan? Want je maakt oude luiten met de gereedschappen van vroeger. Ja, ik probeer om de oude structuren ook weer te benaderen. Zoals een originele luit gebouwd is, probeer ik zoveel mogelijk ook oud gereedschap te reconstrueren. En er zijn gelukkig een paar kleine bronnen over. Dit is een ets van Jost Amman uit 1566 ongeveer. En daarop staat een luitbouwer in zijn atelier. En dan heeft hij allemaal gereedschappen. Hij zit zelf met een luit in zijn handen. En al die gereedschappen die hierop staan, die heb ik hier op tafel liggen. En die heb ik gereconstrueerd. Dus een mal, maar ook een lange voorloperschaaf. Een zoetschaaf. En de bijtels, de klopper, is ook gewoon zelf gedraaid. Handig op een draaibankje. En ik wilde eigenlijk weten van die historische gereedschappen die erop staan, werken die eigenlijk wel goed? Want ik krijg veel te horen van ja, er zijn ontwikkelingen geweest in de gereedschappen, dus eigenlijk zijn de gereedschappen van nu beter. En dat is een hele leuke aanname, maar ik vind het dan leuk om dat te proberen te kijken, is dat echt zo? En daarom heb ik deze schaaf gemaakt en ik heb het met verschillende mensen bijvoorbeeld erover gehad. Die zeiden van ja, die schaaf die klopt niet zoals die op de tekening staat, want hij loopt bol in het midden. En in eerste instantie dacht ik van ja, dat is ook inderdaad raar. En toen op het moment dat ik hem maakte, had ik door waarom het was. Want deze schaaf kun je gewoon zo vastpakken aan beide kanten. En als die zo breed is en je staat er een dag mee te werken, dan heb je verschrikkelijk kramp in je handen. Oké, dus je hebt hem een beetje aangepast. Nee, ik heb hem niet aangepast. Ik heb hem juist helemaal naar de edge nagemaakt. Precies zoals hij toen was. Ja, eigenlijk precies omgekeerd met wat je denkt. En toch blijkt hij heel erg goed te werken. En dat is net zo met deze schaaf. Dit is een schaaf naar Albrecht Dürer, ook naar die edge. En in eerste instantie lijkt hij heel licht. En ik heb er een keer een middag mee staan werken. En aan het eind van de middag had ik veel minder kramp in mijn armen. Omdat hij gewoon een stuk lichter is dan een moderne schaaf. Daar is vroeger al goed over nagedacht. Heel goed, ja. Jan, als dan de bouwtekening klaar is voor het instrument, dan begint het echte werk, het praktijkgedeelte. Hoe start je dan? Dan begin ik met het uitzoeken van hout. En dat begint meestal met een bovenblad. Dat is eigenlijk in alle gevallen gemaakt van vuren. En dat komt uit de Alpen. Dat is eigenlijk net tegen de boomgrens aan gegroeid. Want dan groeien de bomen trager. En ik weet niet of je het goed kan zien. Maar dit zijn ongeveer 200 jaar ringetjes die hierin zitten. Zo. En dan twee stukken. Dat is één stuk dat doorgezaagd wordt. Dat wordt tegen elkaar gelijmd. En zo heb je een symmetrisch bovenblad. En dan wordt dat, dit is nog 4 mm dik, wordt dat op dikte geschaafd. Ja. Tot hier een bovenblad, dit is 1,5 mm dik. Oké. Okay. En daarnaast begin ik ook met het maken van het corpus, zoals we dat noemen, de klankkast. En bij een luid bestaat die uit duigen, die zijn ook 1,5 mm dik. En die buig je om de vorm heen, maak je met warmte, buig je de vorm daarin. En dan is het een kwestie van schaven en passen, totdat alles naadloos tegen elkaar past. En dan wordt alles aan elkaar gelijmd. En dan heb je een luid. Oké, dus al die duigen, die snij je op maat of zaag je op maat, want ze lopen hier taps toe. Ja. En dat gebeurt met lijm. Ja, met beenderlijm. Dus dierlijke lijm, zoals je het vroeger wel zag bij de schoenmaker. Ja. En er is eigenlijk geen betere lijm te vinden dan dat voor deze instrumenten. Het voordeel is dat je het later altijd los kan maken met een beetje warmte. En
De open tijd is minder, dus na een minuut of vijf zit het ook vast. Het lijkt een beetje op secondenlijn wat dat betreft, dus je hoeft het niet heel lang te klemmen. Oké. En hoe ga je dan verder? Als die duigen tegen elkaar zitten, dan worden aan de binnenkant worden, om het te verstevigen, papieren strips geplakt. En die snij ik uit een... Ik heb één 18e eeuws boek en ik ben absoluut tegen het slopen van boeken. Maar dat oude papier, dat is veel sterker dan het moderne papier. Tegenwoordig is het papier van houtvezel. Dat werd nog gemaakt van lompen met hele lange vezels. Oh, ja. Die ook kruislinks door elkaar liggen. En daardoor is het veel steviger als je het lijmt. En die strips worden aan de binnenkant gelijmd om die lijmnaden nog een keertje te versterken. En zo krijg je een hele sterke vorm. Zo'n luid... Corpus, als je dat op een plank neerlegt zonder het bovenblad en je zet het aan de randen vast, dan kun je erop gaan staan. Zo sterk is het. Oh, maar het is 1,5 millimeter dik. En dan ga je verder met, hoe heet dat? Hier zit hij nog in de lijmklemmen, maar dat is de hals. Ja. Dus hier de tekening ook. En daar komen straks de snaren op. En dat heb ik later, is daar de toets op geplakt. En als de hals er dan aan zit, dan wordt het bovenblad erop gelijmd. Wat ook weer aan de binnenkant is, dat bebalkt. Daar zitten verschillende balken onder om het blad te versterken en om de klank te kunnen regelen. Er zit nu al mooi geluid in. Nou kijk ik hier binnen. Nou, dat ziet er heel spannend uit. Ik zie ook kleine tekeningetjes. Zie ik dat nou goed? Ja, dat klopt. Dit is een rosette die is geïnspireerd door Jeroen Bosch. Ik ben uitgenodigd om mee te doen aan de festiviteiten rondom het Jeroen Bosjaar. En in zijn schilderijen komen verschillende luiten voor. Ja. Onder meer in de Tuin der Lusten. Daar zie je in de hel staat een luit. En daarin worden mensen gemarteld. Nou was ik niet van plan om martelwerktuigen te gaan bouwen. Maar ik vind het wel leuk om elementen uit Jeroen Bosch's schilderijen, want het is vaak heel humoristisch wat erin gebeurt, om die daarin te verwerken. En dat heb ik in de rosette zelf gedaan. En ook de buitenkant is precies zoals de luit van Jeroen Bosch op het schilderij van de Tuin der Lusten. En verder naar binnen zijn het ook onderdelen uit het schilderij. Dus er zit een duiveltje in en een mes en een mannetje met een bijl. En er zitten ook kleine losse pareltjes in. Er gebeurt van alles. Maakt hem wel heel uniek, want er is er altijd maar één van. Ja, er is er maar één van. Ik kan wel meerdere van die rosetten maken, maar ze zijn altijd handgemaakt. En je kan het met laser snijden, ik ken een paar mensen die dat doen. En eerlijk gezegd ziet dat er veel minder mooi uit. Juist de kleine imperfecties maken dat het heel erg mooi wordt. Ja, dat maakt hem wel uniek. En ga je hem dan nog, als de snaren ook erop zitten, wat moet er dan nog gebeuren? Wordt hij dan gelakt? Ik ga hem eerst nog verder afwerken. En dan ga ik op het bovenblad, hier komen ook figuren uit de schilderijen van Jeroen Bosch nog opgeschilderd. Dat doet verder niemand, maar ik vind het gewoon leuk om te doen, ja, die elementen daarin te verwerken. En deze wordt straks afgewerkt met was. Maar andere instrumenten die lak ik. En dat doe ik met shellak. Oké. Jan, dit is een klein snaarinstrument, zoals ik het in ieder geval zie. En wat is het precies? Dit is een kleine barokgitaar. En deze staat gestemd in A, zodat die heel makkelijk is om zang te begeleiden. En dit instrument bestaat uit vrij veel houtsoorten eigenlijk. Hier het bovenblad is zoals altijd van vuren. De toets is van ebbe, koppeleg ook. Hier zit een klein stukje notelaar, hier zit een stukje been, hier zit een stukje taxus. De brug is gemaakt van peer. En deze twee mooie elementjes? Die zijn uit ebbe, massief ebbe, ebbenhout. Handgezaagd. Dat duurde totaal 2 weken om dat te zagen. En dan zie ik hier weer in het midden een heel mooie roset, zoals jij het noemt. Ja, dat is eigenlijk een element wat je in de meeste barokgitaren terugvindt. En vooral in de Franse en vroege Italiaanse barokgitaren zie je een kleine perkamenten roset die in het klankgat zit. Dat is deels versiering en deels om de klank een klein beetje minder schel te krijgen. En deze is gemaakt, dit is een eigen ontwerp gebaseerd op historische ontwerpen. Heel mooi. En het heeft nog een achterkant. Ja, de achterkant is gemaakt van esdoren. Wauw. En prachtig. Is gemaakt uit verschillende duigen. Eigenlijk net als een ton. En die zijn allemaal los aan elkaar gezet. En zo'n rosetje maken, dat kost een avond. En 2 van die duigen tegen elkaar krijgen, kost bijna een dag. Wow. Want die hele kleine, smalle streepjes? Dat is losse inleg die er nog tussen zit.
En dat is enkel versiering eigenlijk. Ook dun hout? Of heb je dat dan met verf aangebracht? Nee, dit zijn fineertjes. Het is allemaal massief hout. Wauw. Hij is echt heel erg mooi. Heel erg mooi. En hoe krijg je die glans erop? Dat is gepolitoerd. Dus met shellac wordt dat heel dun, een hele dunne laklaag wordt erop gezet. Hele dunne laklaagjes over elkaar. Jan, we staan hier bij een gitaarkist, vioolkist. Ik weet het niet. Er zal allicht ook nog iets in zitten. Waar kijken we nu naar? Dit is een gitaarkoffer naar Stradivarius. En iedereen kent Stradivarius natuurlijk als de vioolbouwer. Maar hij bouwde ook gitaren. Oh. En in eerste instantie werd van deze koffer gezegd door onderzoekers dat het helemaal geen sterke koffer zou zijn. Van het origineel. En ik dacht van, nou, ik ga het gewoon uitproberen. Dus ik heb de koffer gereconstrueerd. Terwijl ik de gitaar aan het reconstrueren was. Dus dan moet je op zoek naar geblokprint papier. En de grondering hieronder is dezelfde techniek als Byzantijnse iconen. Dus ik ben ook iconen gaan schilderen om die techniek te leren. En kijk. Dit is de Stradivarius gitaar. Wauw. Wauw. Dat is voor mij ook helemaal nieuw. En ik heb een heel onderzoek gedaan naar hoe Stradivarius zijn gitaren bouwde. Hij werkte met een binnenmal. En die mallen ben ik zelf gaan reconstrueren. Dit is een mal naar Stradivarius. Ja? Ik ben die mallen op gaan sporen over de hele wereld. En die heb ik gereconstrueerd. En naar aanleiding van die mal heb ik de gitaar gereconstrueerd. En ik heb hem helemaal gebouwd zoals Stradivarius zijn gitaren bouwde. Dus zonder balken op de rug. En daardoor, iedereen bouwt hem tegenwoordig met balken. Maar wat doe je dan? Dan sluit je een rug op. En als je dat niet doet, dan krijg je een trommelvel. En dit is een extreem lichte gitaar. Nou, als een veertje. Hij weegt op een vochtige dag weegt hij 501 gram. En op een droge dag weegt hij 499 gram. Het is echt gebouwd op de randen van wat er mogelijk is. Dit zijn zijkanten van 1,5 mm. En het hele bovenblad, 30 kilo trekkracht, hangt aan 1,5 mm benenlijn. Uit wat voor hout is dit gemaakt? Oorspronkelijk werd hij van esdoorn gemaakt. Deze heb ik gemaakt van kersen. Met een bovenblad van vuren. En deze pennen die zijn van peer. Dat is prachtig. Nu heb jij hem zelf gebouwd en Stradivarius die signeerde, dacht ik, ook al zijn violen en mogelijk ook zijn gitaren. Doe jij dat ook? Ja, ik heb een kleine knipoog naar Stradivarius gegeven. Stradivarius had in zijn eerste viool van 1666 schreef hij Antonio Stradivari alumnus Nicolai Amati, leerling van Amati. Oh. Alleen hij was helemaal geen leerling van Amati, maar dat deed hij als reclame, omdat Amati de grote vioolbouwer was uit die tijd. En daarom heb ik als grapje, heb ik hier op de achterkant van de kop, alumnus Stradivarius, Javaka, Jan van Capelle, 2014. Ach, oh, dat is wel heel geinig. Dat is gewoon een kleine knipoog naar de grote meester. Ja, mooi, prachtig is die, heel mooi.